De zomer komt er eindelijk weer aan en daarmee ook de bikini of zwembroek. Om je te helpen heb je slimme weegschalen. Dat zijn weegschalen die niet alleen je gewicht meten, maar ook je vetpercentage, je spiermassa en je echte leeftijd. Maar kunnen ze dat wel echt en welke is dan de beste? We vergelijken er 5 in de prijskategorie tot 200 euro. En weet u wat mijn weegschaal zei? Liever te dik in de kring. Dan zult u mij niet horen klagen. En weet u wat mijn trainer zei? Kom, we gaan even meten. We gaan eten, denk ik, of niet? Niet meten. We gaan eten. Nou, ik wil wel met jou. Kom, dan gaan we mee. Ga ik eten. Want dit is een trainingsvloer, die kan ik gewoon uitdoen. Het wordt toch echt meten? Je hebt hem misschien al herkend, zanger René Karst. Sokken uit. Hij is zo dapper om mee te doen aan onze test. Om de weegschalen straks goed te kunnen vergelijken, gaat René eerst in de botpot van de Haagse Hogeschool. Daarmee kan je lichaamssamenstelling meten. En dat betekent dat je vetmassa kan meten en vetvrije massa. En onder vetvrije massa, daar valt ook spiermassa onder. Dit kan confronterend worden voor René, maar deze meting is echt nodig omdat de botpot als gouden standaard wordt gezien. Nou, hey, is dat goed of niet? Kijk, dit apparaat is best wel vaak onderzocht en ook afgezet tegen andere meetapparaten. En dan zie je dus dat dit een hoge betrouwbaarheid heeft en een hoge validiteit. Wat eigenlijk betekent dat de meting die je meet, dat die goed is. Als er een motortje in zit, snap ik ook nog dat je dit op de weg krijgt. Open. De botpot meet door middel van lichaamsgewicht en lichaamsvolume de dichtheid van het lichaam. Lekker koud. En via een gekozen formule weet Katelijne dan hoeveel vetmassa het lichaam bevat. Zo. En dit is de uitslag. Het lichaamsvolume van René is bijna 98 liter. Zijn gewicht is bijna 100 kilo. En dat levert samen een vetpercentage op van 35%. Fantastisch. Ik heb nog nooit zulke cijfers gehad. Like en niet alleen René moet eraan geloven. Ook personal trainer en bodybuildster Ellen Bremans doet mee aan onze test en neemt plaats in de botpot. Ga ik hem nu starten? Je mag eruit. En dit is de uitslag van Ellen. Haar lichaamsvolume is 69 liter. Haar gewicht is iets meer dan 72 kilo en haar vetpercentage is 20%. En dit zijn de slimme weegschalen die het opnemen tegen de botpot. De Withings Body Plus, de Silver Gear Premium, de Tanita RD953, de Life Goods personenweegschaal en de Medisana BS652. Er zit flink prijsverschil tussen de weegschalen. Zo is de Tanita 10 keer zo duur als de goedkoopste, de Life Goods personenweegschaal. Zal ik op de eerste gaan staan? Heel goed. Het scheelt toch gewoon een kilo, hè? Het beste is eigenlijk 's ochtends te wegen. Ga je later op de dag meten, dan gaat je vocht omhoog. Dus dan lijkt het alsof je aangekomen bent. Ik ben Eveline van der Waterlaat, diëtist, dieetpsycholoog. Je spiermassa is ten opzichte van vanochtend ook omhoog gegaan. Ik ben Jacqueline Langjes. Ik geef leiding aan het onderzoek bij de opleiding voeding en diëtetiek van de Haagse Hogeschool. Dat lijkt hij dan toch te bepalen aan de hand van dat percentage vet, hè? Ik ben Katelijne de Klerk en docent voeding en diëtetiek bij de Haagse Hogeschool. Ja. Samen beoordelen ze de uitkomsten van de weegschalen. 60,6 spier. Hey, meer spierigte. Water 47,1. En dat was het. Even kijken. Doe die goed. Ja. Deze. Het water. Water. Hebben we niet. In tegenstelling tot de botpot geven de weegschalen ook het percentage water of vocht in het lichaam. Maar wat zegt dat? Water geleidt de stroom heel goed. Dus dat meet hij in feite. En vet zorgt voor extra weerstand. Hij meet dus uiteindelijk weerstand en dat kunnen vertalen naar vet en spiermassa. Omdat spieren voor een groot deel uit water bestaan. Het is dus eigenlijk een manier om te meten hoeveel vet en spieren het lichaam heeft. De weegschalen meten met bio-impedantie, dat is dat stroompje. Maar hoe ver komt dat stroompje? Stroom zoekt altijd de kortste weg, dus van je ene naar je andere been. Dus hij neemt eigenlijk gewoon heel dit gedeelte neemt hij niet mee.
Dat is voor heel veel mensen best een belangrijk deel. Ja, en je kan je ook voorstellen dat die lichaamssamenstelling, dat die anders is in je benen dan bijvoorbeeld hier op de buik. Want je kan je ook voorstellen dat sommige mensen heel veel visceraal vet bijvoorbeeld hebben, of vet rondom de organen of buikvet. En dat neemt hij dus dan eigenlijk niet mee in die meting. En alle vijf de weegschalen meten op deze manier, dus alleen de onderkant van het lichaam. Eveline legt eerst even uit welke soorten vet er zijn. We hebben het totale vetmassa. Die kun je in kilo's en in percentages aangeven. We hebben ook het visceraal vet. Dat is het buikvet rond de organen. En dat geeft een hogere kans op hart- en vaatziekten en diabetes, omdat dat een ontstekingsfactor afgeeft. En dan hebben we ook nog de vetvrije massa. Dat is eigenlijk het lichaamsgewicht zonder de vetmassa. Dus alles zonder het vet in het lichaam. 101,2. No. 35,4% weet ik niet. En dan wordt het zo klein, dan moet ik zelf een leesbril bij halen. Zo. Dat is wel heel klein. Wacht even. Daar is zo'n app eigenlijk handig voor. Ja, ja, dat is best handig, hè? Ja. Oh, hier. Jij ziet nog wel wat? Ja, ik zie niks. Ja. Onderhuidsvet 24,1%, maar lichaamsvet zegt hij 33,8. Ja, dat is die. Dat is die. Visceraal watergewicht hebben we niet gedaan, hè? Het viscerale vet is heel erg lastig te zien en is heel erg verschillend tussen de een en de andere persoon. Dus eigenlijk kan je dat niet echt meten met dit apparaat, ook omdat je alleen het onderlichaam meet. Nou, René 55 staat erin. En er is nog meer onduidelijkheid over de vetmeting. Bij de Tanita is niet helemaal duidelijk wat er nu precies vet is of spier. Vetvrije massa is je gewicht min je vetmassa. En als je kijkt naar de percentages, dan zou je dus als je 31% vet hebt, zou je dus op 68,8% vetvrije massa uit moeten komen. En dat komt hier niet. De meting is dus niet sluitend. Eveline laat aan Ellen zien wat het verschil is tussen spier en vetmassa. Ik ga jou even een spier geven en een stuk vet. En dan is aan jou de vraag wat het zwaarste weegt. Toch deze? Ja, dat zeggen de meeste mensen, maar ze wegen dus allebei 5 pond, 2,3 kilo. Omdat de dichtheid van die spiermassa veel groter is, lijkt het alsof die zwaarder is. Deze is bijna een halve kilo. En dit laat ik vaak zien aan vrouwen die zeggen, ik ben maar een halve kilo afgevallen. En dan laat ik deze zien en dan valt het vaak toch reuze mee. Want een halve kilo komt toch overeen met twee pakjes boter. En nou ja, als je toch iedere week een halve kilo afvalt, reken uit je winst. En mocht je nog de illusie hebben dat zware botten je gewicht kunnen bepalen, dan is dat nu verleden tijd. Dat is echt een fabeltje, ja. Je moet ervan uitgaan dat je botten zo'n 5, 6 kilo wegen. En als je dus zware botten hebt, stel dat je zware... Nou, dan zou het misschien een kilo kunnen verschillen. Maar als je 100 kilo weegt, is die ene kilo, dat maakt niet zo heel veel uit. Je probeert altijd iets te zoeken waar het aan kan liggen, weet je wel. Snap je dat? Ja, maar goed. Oké, terug naar de meting. De vetpercentages van René zitten redelijk dicht bij elkaar in de buurt. De duurste, de Tanita, wijkt het meest af van de botpot. De Medisana valt wat betreft de vetmeting uit de test, omdat hij geen connectie kon maken met de app. Het opmerkelijkste verschil zit bij René bij zijn lichaamsleeftijd. Hij is 55. Lichaamsleeftijd, wil je die nog weten? Lichaamsleeftijd? Ja. Ik denk dat die ouder is dan ik ben. 67. Zie je wel. Ik heb gewoon mijn lichaam gesloopt al voor mijn 55ste. Mijn leeftijd is hier 70. Vader is 82. Maar 45, hè? Gaat. Aan het meten, ga alsjeblieft niet van de weegschaal af. Nee. Je metabolenleeftijd is 61 hier. Oh, 61, ja. Ik hou van dit ding echt waar. Weet je, ik maak natuurlijk een grapje een beetje, maar het is natuurlijk wel een heel groot verschil, vind ik. Als je 9 jaar verschil tussen de een en de ander. Nou, dat vind ik wel veel. Ja, over dat vet, die halve procent en dat soort dingen, dat weet ik niet. Maar ik vind die jaren ook wel eventjes, ik schrok ervan dat ik 70 jaar, maar 61 maakt een boel goed. Net als de botpot maken deze weegschalen gebruik van formules. Alleen welke ze gebruiken, maken ze niet bekend. Het is een soort black box. We weten niet welke formule erachter gebruikt wordt om te berekenen hoeveel vet en vetvrije massa je hebt of hoeveel visceraal vet je hebt. En het kan uitmaken wat de, ja, wat we noemen de referentiepopulatie is. Dus welke groep mensen, hè, op welke groep mensen is die formule dan gebaseerd? Als je een Chinese groep mensen als
als referentiepopulatie hebt, geeft dat hele andere resultaten dan dat je Nederlandse referentiepopulatie hebt. Dus daar kunnen verschillen in zitten. En omdat we niet weten welke formule erachter zitten, is dat een beetje gissen en kunnen we ook weinig over de kwaliteit zeggen. Nooit over nagedacht. Nee. Nee, maar het is wel logisch natuurlijk. Dus per land zal het verschillend zijn. Maar je hebt dus geen idee als die uit Taiwan komt of uit, waar vandaan. Ja. Een totaal andere uitslag zijn. En dat er verschillende formules door de weegschalen worden gebruikt, wordt bij Ellen helemaal duidelijk. Ellen, als jij erop stapt, dan gaan wij zien wat er gebeurt. Ik mag het natuurlijk niet vragen aan jou. Maar er staat hier dat je 39 zou zijn. Oké, nou, ik ben 38. Apparaat verbonden, even geduld, AUB. Stap op. Stap op. Oh. Je wordt hier heel blij van. 23. Ja, heerlijk. Ga het proberen. Het is een heel klein dingetje, ja. Je bent weer 39 geschat. Oh. Ik vind eigenlijk dat dit soort weegschalen moeten gewoon presenteren wat ze kunnen meten. En ik vind het best, het brengt mensen wel een beetje in verwarring of in onzekerheid. Van ja, ik ben eigenlijk veel ouder dan ik zou zijn. Ook de vetpercentages bij Ellen liggen enorm uit elkaar. Scannen houdt de O-knop op het apparaat ingedrukt. Dat is lekker. Kun jij dat doen? Anders dan. Ik heb nogal spierpijn. Ik zit even te kijken. Hier scoor je 32% en hier 12%. Ja, dat is wel een hele grote afwijking. En als je dat vergelijkt met het percentage vet uit de botpot, dan zit hier wel een heel groot verschil tussen. Je zou ook echt van janken. En we weten niet wie de waarheid spreekt, behalve dat we als referentie 20% hebben. Dus precies ertussenin. Want dit zijn de uitslagen van Ellen. En inderdaad, de Silverkeer en de Tanita zitten heel ver uit elkaar. De Whittings Body Plus zit het dichtst bij de botpot. Eveline vat de uitkomst samen. Nou, het meest opgevallen is dat als je atletisch bezig bent, dat zo'n weegschaal eigenlijk heel weinig zegt. En dat je hem dan vooral voor het gewicht kunt gebruiken, maar verder niet. Voor mensen die een wat regulierdere bouw hebben of wat overgewicht hebben, is die wat betrouwbaarder. Maar ook daarbij geldt, neem de resultaten met een korreltje zout. Omdat het dus niet duidelijk is welke formules er achter de weegschalen zitten en wie de referentiegroepen zijn, kunnen we, anders dan gebruikelijk, geen top 5 geven. Mocht je toch een slimme weegschaal willen gebruiken, gebruik dan altijd dezelfde en kijk naar het verloop. De reacties van de fabrikanten en de testresultaten zijn terug te vinden op onze website radar.avrotros.nl. Overigens, de Haagse Hogeschool gaat volgend studiejaar de weegschalen nog verder onderzoeken. We houden je op de hoogte.